In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mogen de genade van onze Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen zijn. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik dan bang zijn? Met deze bekende woorden, deze bekende psalm, beginnen we deze Eucharistieviering, waar we gewoontegetrouw lezen uit de Heilige Schrift en proberen de boodschap te verstaan die ons gegeven is, die we in geloof ontvangen. Want, zegt Paulus, over de voorlezing ligt een sluier die pas opgelicht wordt door het geloof in Christus, waardoor de woorden, de oude traditie begint te stralen. Mogen dat ook nu gebeuren als we ons onder het woord scharen. We bidden eerst de boeteact om deze Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons allen ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, die ons heil zijt en onze gerechtigheid, ontferm u over ons. Gij die vergevingsgezind zijt en oproept tot verzoening met de naasten, ontferm u over ons. Heer, die de heerlijkheid van uw gelaat doet stralen om ons uw Vader te leren kennen, ontferm u over ons. We vatten onze persoonlijke gebeden samen in het gebed van heel de kerk. God, al het goede komt van u. Geef ons wat wij u vragen. Mogen wij door uw ingeving tot goede gedachten komen en deze onder uw leiding ten uitvoer brengen. Door onze Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen. De eerste lezing is genomen uit de brief van apostel Paulus aan de Korintiërs. Het betreft de tweede brief, het derde hoofdstuk. Tot heden toe ligt een sluier over de geest van de kinderen van Israël, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. De Heer nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijke gelijkenis met hem. Zo werkt de Heer die geest is. Daarom verliezen wij nooit de moed, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast. En als er nog een sluier ligt over de boodschap die wij verkondigen, dan alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen, van wie de geest door God van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God. Wij verkondigen immers niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. Onszelf beschouwen slechts om uw dienaars, als uw dienaars om Jezus wil.
Dezelfde God die gezegd heeft, licht moet schijnen uit het duister, is als een licht in onze harten opgegaan. Om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Christus. Woord van de Heer. Gods glorie komt weer bij ons wonen. Gods glorie komt weer bij ons wonen. Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening. Een woord voor zijn volk, voor al wie hem dient, voor elk die zijn hart voor hem opent. Zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen. Zijn glorie komt weer bij ons wonen. Gods glorie komt weer bij ons wonen. Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, als vrede en recht elkander omhelzen, dan zal de trouw uit de aarde ontspringen en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. Gods glorie komt weer bij ons wonen. Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken en draagt ons land rijke vrucht. Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen. Gods glorie komt weer bij ons wonen. Alleluia, ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen. Alleluia. De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, ik zeg u, als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en fariseeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der Hemelen. Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd, gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar ik zeg u, al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, rakka, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin. En wie zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Als gij uw gave komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat een broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gaven voor het altaar achter, ga eerst u met uw broeder verzoenen, en kom dan terug om uw gaven aan te bieden. Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt, anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter aan de gerechtsdienaar, en dan zou ge in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar, ik zeg u, ge zult daar niet uitkomen voordat de laatste penning ge die hebt betaald. Woord van de Heer. Lieve broeders en zusters, als uw gerechtigheid die van de fariseeën en schriftgeleerden niet overtreft, zult het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Die woorden klinken op het eerste gezicht niet erg bemoedigend voor leerlingen, want deze voorname en geleerde mannen waren een toonbeeld van vroomheid voor iedereen. Ze hielden zich stipt aan de geboden die in de 5 boeken van Mozes opgeschreven staan. En de traditie had in de loop der tijden nog een woud van geboden hieruit afgeleid en aan toegevoegd. Hoe zou je die houding en dat gedrag van mensen die dat alles onderhouden kunnen overtreffen? Zeker als je weet dat je zelf maar eenvoudige mensen bent die misschien niet eens kunt lezen en schrijven. En die letterlijk en figuurlijk vuile handen maken in hun zorg en gezoeg voor het dagelijks leven van hun gezinnen en henzelf, mensen die werken in het zweet des aanschijns. De aanzienlijken hoefden helemaal niet te werken. Ze hadden bezittingen en ze hadden knechten om voor hen te werken. Zoals heel vaak bedoelt Jezus wat hij zijn leerlingen voorhoudt, ironisch.
Als zij de weg willen bewandelen van de vrome elite, van wetsartikelen kennen, zult ze tot in de kleinste details in praktijk brengen en er prat op gaan boven anderen uit te blinken, dan zal dat natuurlijk voor hen onbegonnen werk blijken. Verloren energie. Die kant moeten de leerlingen nooit op willen gaan. Het is onhaalbaar en het is zinloos. Welke weg moeten ze dan bewandelen om goede en eerlijke mensen te zijn? En die geen tijd hebben om eindeloos over dit soort zaken te discussiëren, omdat ze van moeheid als de zon ondergaat in slaap vallen en bij het krieken van de haan weer opstaan om alweer aan de slag te gaan. Welke weg moeten zij dan bewandelen om goede en eerlijke mensen te zijn? Dat is de vraag waarom het in het leven van een gelovig mens omdraait, die eenvoudigweg God wil dienen. Als je God lief hebt en je medemens als jezelf, en dat is zoals we allemaal weten de samenvatting van alle geboden, vrees dan niet dat je gedrag lijkt op van een blinde man die op de tast leeft vol onzekerheid. De liefde tot God en tot je medemens geeft je in wat je moet doen. En ga vooral niet berekenend te werk alsof je je moet indekken tegen het oordeel van God, alsof je jezelf moet rechtvaardigen. Wees eerlijk en spontaan. Begin elke dag opnieuw met frisse moed. En als je al in staat bent om de Bijbel te lezen en dat ook doet ter inspiratie, de Bijbel met al zijn geboden en voorschriften, laat je daardoor dan niet ontmoedigen als je al die woorden niet begrijpt of ze niet kunt onderhouden. Kijk altijd naar Jezus. Hij is de vervulling van de wet. Hij is de Zoon van God. Kijk naar zijn optreden. Dat bestaat niet uit spitsvondigheid en eindeloos discussiëren, maar Gods genade waarmee hij zelf bekleed is, daarin anderen laten delen. Luister altijd naar zijn woorden. Dan begrijp je heel de Bijbel alsof er plotseling een sluier wordt afgenomen, zoals Paulus zegt. En dan vind je daar ook schatten van wijsheid en goede raad voor je houding tegenover God en mensen. Maar de liefde doet dat al onmiddellijk. Amen. Laat ons in deze geest ons verenigen in de voorbeden. Barmhartige Vader in de hemel, aan u vertrouwen wij ons toe met onze gebeden. Bidden we voor onze kerk en onze geloofsgemeenschap, dat de geboden van God in vrijheid als een geschenk door ons ervaren mogen worden en dat we er vanuit Jezus geest en voorbeeld naar leven. Laat ons bidden. Bidden wij voor de leiders van de wereld, dat zij regels maken en wetten uitvaardigen die het welzijn van de mensen beschermen en bevorderen. Laat ons bidden. Bidden wij voor degenen die moeite hebben met Gods geboden, dat zij de diepere betekenis en ook het bevrijdende daarvan mogen ontdekken. Laat ons bidden. Bidden wij voor de zieken en voor allen die lijden aan het leven, dat zij troost en kracht mogen ontvangen van God en van zorgzame medemensen, die niet voor zichzelf alleen leven. Laat ons bidden. Bidden wij voor onze dierbare overledenen, dat zij bij God de beloning mogen ontvangen voor al hun goedheid, zorgzaamheid en liefde. Laat ons bidden. God, hemelse Vader, wij danken u voor de geboden waarmee u ons een veilige weg door het leven wijst en ons de vrijheid geeft om in de geest van Jezus, uw Zoon, te leven.
Verhoor onze gebeden door Christus onze Heer. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Water en wijn worden ingedeeld ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Neem alle schuld van ons af en maak ons vrij van ongerechtigheid. We dragen vanavond de Eucharistie op voor onze geloofsgemeenschap. Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, laat onze gebeden en offergaven tot u komen. Maak ons in uw goedheid vrij van zonde, om beter te beantwoorden aan dit sacrament van uw grote liefde. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw harten. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw beminde Zoon hebt gij de mens geschapen. Door hem hebt gij ons in uw goedheid tot nieuwe schepselen gemaakt. Terecht dient de hele schepping u, prijzen u alle verlosten en loven de heiligen uw eensgezind. Daarom huldigen ook wij u met alle engelen en zingen u altijd vol vreugde dit loflied toe. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. U Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, uw Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen redt, de hand die gij zonders reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van u hadden afgewend, hebt gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt ge overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot u bekeren en elkaar beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en vragen u, heilig deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest. Nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. Want voor hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen. Hij dankte en zegende u, brak het brood
en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Eveneens nam hij op die avond de beker in zijn handen. Hij prees uw liefdevolle ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen, om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeer dat gij verrezen zijt. Heer onze God, uw Zoon, heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij u aan wat gij ons hebt gegeven, het offer van volkomen verzoening. Heilige Vader, wij smeken u. Neem ook ons aan, samen met uw Zoon, en schenk ons zijn geest in deze maaltijd. Dan zal deze geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus onze paus en Willem onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw vrede. Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Willibord en alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, alle rassen en talen, om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede, door Christus onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ja, verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt tot uw apostelen gezegd: vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u.
Lam Gods, dat wegdraagt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegdraagt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegdraagt de zonden der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, dat wegdraagt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. 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 Lichaam van Christus.
De communietekst voor deze Eucharistieviering. Het woord van de Heer die zegt: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Laat ons bidden. Heer, gij hebt ons brood uit de hemel gegeven, waardoor ons geloof wordt gevoed, onze hoop vermeerderd en onze liefde versterkt. Wij bidden u, wek in ons de honger op naar hem die het levende en ware brood is. En laat ons leven van ieder woord dat voortkomt uit uw mond. Door Christus onze Heer. Hoewel de berichten steeds positiever zijn wat betreft de pandemie, merken we toch dat heel veel mensen nog angstig zijn en niet hun gewone leven durven op te pakken. Ook het kerkelijk leven niet. Bidden we daarvoor dat we toch weer de angst afleggen en voor zover de maatregelen dat toelaten, daar toch ruimschoots gebruik van maken. Maar we zien natuurlijk uit naar de dag dat er helemaal geen beperkingen meer nodig zijn. Zolang dat nog niet het geval is, bidden we elke dag aan het eind van de mis het gebed van de Nederlandse bisschoppen. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons uw volk nabij en genadig, nu wij alle de gevolgen ondervinden van het coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. We bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor alle die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en in het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en ook dat ge met ons zijt nu we de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid door Christus onze Heer. We mogen elkaar een zalige communie toewensen en ook nog een hele mooie zomerse avond en een mooie toeleving naar de zondag, de dag des Heren, die we weer mogen vieren. De Heer zij met u. Zegen u dan machtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten wij gaan in vrede. Zalige communie. Oh, hij is weer een heel gezakt.